Al dagen voor de veiling, juster in Drielst, wordt er over de SS-pas discussieerd. Won vinden dat het persoonsbewijs van een foute Duitser vernietigd worden moet. Maar er binnen ook andere meningen. Dat spul moet bewaren blijven, maar anders leren de bijen net hoe het gaan is. En ja, je kan er wel bezweerd zijn, dan gaan we het zelf door ook mee maken. Maar ik vind dit is historie en dat moet bewaren blijven. Hoe dan ook, de interesse in de pas is er net minder om. Er komt een soort mensen naar het veilinghuis Oud-Friesland. Heb je de belangstelling voor? Ja, het interesseert me wel. Ik heb er wel wat, ja. Maar ja, had ik het keepje, dat weet ik dan net. Dat is, tenzij ze schatten dat draai 400 euro, maar dat vind ik eigenlijk wat te veel. Ik zit tussen 50 draaien 100, dan moet het wel takken. Hè. De spanning rint op, want tussen de schilderijen, meubels en oor antiek stikken terug, noemer 1500 zontje onder de hamer geert. Dat is die SS-weerpas van die bewaker uit Dachau. En ik mag hem starten op 200 euro bod hier. Wie biedt hem meer dan 200? 220, 240 aan de tafel. 260, 280 aan tafel. 300, 320 aan tafel. 550 euro is in bod aan tafel. Niemand meer dan die 550 euro. Eenmaal allemaal verkocht voor 550 euro. De keeper is het veilinghuis zelfs. Van de middag is het document oerdroegen onder het Verzetsmuseum in Ljouwert. Daar zullen een paar mannen tentoongesteld worden. Dit is een prachtig mooi voorbeeld van hoe het een document wat historisch waardevol is. Het is een emotioneel document. Op een bijzondere manier bewaren we het. En dat juich ik daar. Takamir geeft de soldaten pas definitief naar het herinneringscentrum Dachau. Johan Peuli wie de kampbewaarder. In Dachau had 200.000 mensen gevangen zitten en binnen meer dan 30.000 mensen omkwamen. Ook de verneemde Friese pater Titus Brandsma is in het kamp vermoord.